Oh. Uh -huh. Hallo iedereen, welkom terug bij deze nieuwe Damar Live Shopping. En vandaag was de video wel heel uh, zomers om te starten, man. Al niet waar? Dat klopt. Als ik uh, het blauw en wit zie, dan droom ik al van Griekse eilanden met hun typische huisjes, wit-blauw. Dus ik ben er helemaal klaar voor voor de zomer en we springen in onze collectie Klimatiel. Ja, dat klopt helemaal, Daisy. Maar voor we van start gaan, kan je misschien even uitleggen wat Klimatiel nu juist is? Ja, de slogan spreekt voor zich. Te warm? Ik? Nooit. De collectie Klimatiel is dus gecreëerd om een collectie te kunnen aanbieden die je fris en luchtig aanvoelt. Dus met innoverende vezels, hebben we dus deze stoffen gecreëerd die licht zijn en luchtig aanvoelen. Bovendien neutraliseren ze ook geurtjes en een aantal van deze stoffen voeren ook heel snel de, het vocht af en drogen heel snel. Dus uh, deze klimatiel vind je terug in onze nachtkledij, ook in het ondergoed en natuurlijk in de nieuwe collectie van deze maand mei in de klimatiel collectie. Ja, en het eerste silhouet is meteen de favoriet van onze etalages. Het is de lange ultra vrouwelijke jurk met mooie ballonmouwen en kleine volants op de schouders, de taille is mooi geaccentueerd met plooitjes. En de volants onderaan geven de jurk natuurlijk een heel zwierige, romantische look. De knopen die van boven tot beneden gaan, zorgen ervoor dat je de jurk heel gemakkelijk kan aantrekken en uittrekken. En dan ga ik naar onze tweede mannequin. Zij draagt de t-shirt en de wikkelrok. De t-shirt uit de Klimatheel collectie voert dus het vocht heel snel af. De korte mouwen komen net iets langer, waardoor ze net iets meer bedekkend en beschermend zijn tegen de zon. De wikkelrok uh, heeft een heel mooi striklint op de zijkant te knopen. En we hebben gedacht aan jullie comfort, want aan de binnenkant zit een onzichtbare rits, waardoor de uh, wikkelrok heel comfortabel is. De lengte van de rok is perfect, een beetje onder de knie, dus. Kan zeker elke dag gedragen worden, zowel op het werk als thuis. Derde silhouet. Deze look is iets sportiever met de maulloze top, gecombineerd met de prachtige hemelsblauwe linnenbroek. De top kan je bovendien ook combineren met de rok. En zo kan je met deze vier stuks eigenlijk vier verschillende outfits samenstellen wat het heel praktisch maakt. En de laatste outfit, dat is mijn favoriet en ook de eye catcher van onze catalogus, de tunique, Hier gecombineerd met de losse wijde broek. De tuniek heeft heel mooie uh, fantasy broderie op de schouders en het prachtige blauw. Ook vooraan. En op de mouwen. even dichter in beeld brengen. Dus uh, Deze tuniek kan je dus dragen met deze broek, die in dezelfde stof gemaakt is als de mouwloze top. Persoonlijk zou ik de tuniek heel graag dragen, eigenlijk als uh, strandjurk zonder broek met een paar sandaaltjes. En uh, zo ben ik er direct klaar voor om uh, op vakantie te vertrekken. Zoals je ziet kan je de Climatil-collectie combineren met sandaaltjes, maar ook perfect met de baskets. De Climatil-sneakers, dus uh, iedereen kan zijn eigen favoriete look samenstellen. Ik heb alleen nog een zonnegoed nodig en mijn zonnebril en ik kan vertrekken. Maar Manon, die heeft ook nog uh, wat geshopt voor ons. En ik ben heel benieuwd hoe zij ons zal verrassen. Manon presenteert ons haar kant van de collectie. Dag Manon. Hallo, dag Daisy. Voilà, ik ben terug en ik ga Linnen voorstellen. Want wie zomer zegt, zegt natuurlijk de terugkeer van het linnen en we zijn er helemaal klaar voor. Linnen is een van mijn favoriete stoffen. Waarom? Omdat het heel chic en elegant oogt en eigenlijk heel gemakkelijk te dragen is. Heel comfortabel ook. Bovendien is linnen ook een stof die heel lang meegaat. Dus als je nu iets koopt in linnen, zal het jarenlang meegaan in je garderobe. En bij dat maar doen we er natuurlijk graag een schepje bovenop, want. Deze collectie, of eigenlijk alle looks die ik ga voorstellen, zijn gemaakt van natuurlijke vezels, gerecycleerde vezels ook, uh, goed voor jou en ook goed voor de planeet. En beginnen doe ik meteen bij de eerste outfit hier achteraan, dat is deze hele trendy jurk. Dus een jurk in linnenmix met een leuke Tunesische hals. En knoopjes en borstzakjes vind ik altijd heel leuk. Ik heb nu gekozen om deze jurk te combineren met een riem in een contrasterende kleur, een mooie rode riem. Maar er wordt ook een ja, assortieriempje in dezelfde stof meegeleverd, dus dan kan jij kiezen wat je zelf verkiest. Deze jurk zou ik persoonlijk dragen om 's avonds op vakantie te gaan eten op restaurant, en dan draag ik er een hak bij. Maar evengoed als ik terug ben in België om te gaan werken, want de mouwtjes zijn iets langer, bedekt de bovenarm, en de lengte is ook ideaal, net op, tot op de knie. Uh, en dan draag ik er liefst een sneaker bij. Zo, dan ga ik naar de volgende outfit. Uh, een hele leuke vond ik om samen te stellen, want in de zomer hebben we soms gewoon zin om er goed uit te zien, zonder al te veel te moeten nadenken, en daar is deze blouse al ideaal voor. Heel comfortabel en een beetje meer casual, maar toch netjes afgewerkt met bijvoorbeeld de plooitjes hier aan de schouder en opnieuw die mooie Tunesische kraag. De bermuda dan, ja die is ook natuurlijk heel leuk, hé? die valt iets langer, eh, tot aan de knie. En wat mij hier vooral opvalt zijn de speelse details, zoals de plooitjes, eventjes de strik opzij, leuke plooitjes. Ja, en dan natuurlijk, ja, die strik vind ik ook helemaal geweldig. Ideaal voor een dagje aan het strand of om gewoon lekker lui in de lichtstoel te liggen met een leuk boek erbij. Um... Ja. En dan nog de laatste outfit. En wat zou mijn lievelingskleur zijn? Natuurlijk rood. Ik hou echt van rood. Ook in de zomer. En beginnen doe ik bij dit leuke T-shirt. Dat trouwens niet in linnen is, maar wel in biologisch katoen. Ook heel goed voor het milieu dus. Met een mooie afwerking in kant. Een beetje een gehaakt effect dat we ook heel veel terugzien deze zomer. Met de rok die perfect is. Die heel ja, wijd uitloopt, heel soepel valt en heel elegant is, vind ik. Echt een vrouwelijke rok. Met knopen tot onderaan. En achteraan ook een elastiek. Dus zit heel gemakkelijk en comfortabel. Opnieuw te combineren met bijvoorbeeld een sandaaltje. Of liever met een sneaker, wat je zelf eigenlijk wilt. Goed, en dan heb ik mijn drie outfits voorgesteld. Alles wat ik hier heb getoond is ook beschikbaar in het blauw. Dus dan kan je zelf de kleur kiezen die je wilt. En het t-shirt um, in het katoen in vijf kleuren. Dus perfect voor op een jeansbroek bijvoorbeeld. En dan rest mij alleen nog de t-shirts voor te stellen. Want ik draag er zelf eentje. En deze ook. Dus kom er maar even terug bij. Ja, dat klopt. Wij dragen allebei een t-shirt. Want de maand mei. Is bijna maar de maand van het t-shirt. En hopelijk wordt het weer snel beter, zodat we allemaal onze t-shirts kunnen bovenhalen. Klopt. Dus uh, de actie die momenteel in onze winkels loopt, is twee t-shirts kopen, eentje gratis. Mm -hmm. Dus als ik het goed begrepen heb, jouw t-shirt plus mijn t-shirt. Dus ik mag er eentje gratis halen. Of ik. Dat zullen we zien. Dus rap je naar een van onze winkels om te genieten van deze fantastische promotie. En koop ook linnen en klimaat. En je bent klaar voor een zomer. Ja, een zomer vol zon. Zon, hopelijk. Ja. Oké, okay, volgende keer zijn we er weer bij voor een nieuwe live shopping. Helemaal in zomerthema, want dan gaan wij echt op vakantie. Ja maken wij onze valies en tonen we ook de nieuwe badpakken. Dat klopt. Ja. Dus tot de volgende tot de volgende dag.